ernstig zorgen over wat er op dit moment in België, West-Europa gebeurt. Ik zie dat door de terreuraanslagen van IS, vreselijke aanslagen, is dat wordt vereenzelvigd met alle islamieten in ons land. Je krijgt een heel sterk wij-zij-denken. Ik zie toenemen voor angst, mensen zich niet meer veilig voelen en waar de angst regeert, verdwijnt onze vrijheid. Dus het is hoog tijd om zeg maar, daar positieve voorbeelden tegenover te stellen. In de eerste plaats een heel goed project, omdat het vooral de communicatie van mens tot mens bevordert. Als jij met een ander mens in gesprek bent, dan verdwijnen de abstracte vijandbeelden. Dus dat is sowieso goed. Ik vind ook de gekozen vorm, het theatrale, theatergroep, vind ik ook goed, omdat dat ook een beroep doet, niet alleen op de ratio, maar ook op de emotie van mensen. Daarom steun ik dit project. Een hele goede theater, straattheatergroep hebben jullie gecharterd. Je hebt ook goede contacten gelegd met wijkorganisaties. En ik denk dat heel belangrijk is om ook de gemiddelde Hagenaar en Hagenees ook te kunnen bereiken. Kortom, een goede start. Nou, ik ben niet geschrokken van het totaal budget wat jullie nodig denken te hebben. De twee belangrijkste experts op het gebied van veiligheid en terrorismebestrijding. Beatrice de Graaf en Edwin Bakker. En ja, goed, ik begrijp dat zij enthousiast over jullie plan zijn. Nou, als deze experts dat zeggen, wie ben ik dan als leek om aan hun oordeel te twijfelen? Maar ook als mens, ook als ondernemer, spreekt dit mij zeer aan. Met name de persoonlijke communicatie van mens tot mens in de theatrale vorm. Ik ben Krijn Verijn. Ik verdien mijn brood als interim communicatiemanager. Ik ben partner bij de reputatieregisseurs, een communicatiebureau om samen met onze klanten te bouwen een sterke reputatie, offline en online.